Nou, wat je vaak ziet in deze gemeente is dat mensen lang een probleem onder de pet houden. Ze laten lang iets doorsudderen en komen laat met ons, bij ons met problemen. En wat we eigenlijk liever willen is dat mensen het melden voordat het escaleert. En dat we dan preventieve ondersteuning kunnen bieden om het op te vangen. Onze branche, in de ouderenzorg, zie je bijvoorbeeld heel vaak dat als mensen gaan dementeren, ze eigenlijk zo lang mogelijk samen willen blijven als echtpaar. Maar op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. En wat je relatief vaak in deze gemeente ziet, is dat mensen het dan zo lang aan laten modderen of zo ver laten komen, dat alleen nog een crisisopname mogelijk is en geen geplande opname meer. Nou, dat brengt heel veel emoties en problemen met zich mee, dus dat ben je liever voor. De concrete vraag van de gemeente was: ga kijken naar de samenwerking met het maatschappelijk middenveld in de gemeente. Het maatschappelijk middenveld bestaat uit ondernemers, sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook informele zorgorganisaties zoals de Zonnebloem en de KBO. En kijk wat je in die samenwerking nog kunt verbeteren om meer naar de voorkant, dus meer die preventieve ondersteuning te leveren, dat mensen eerder aan de bel trekken en dat ook via het maatschappelijk middenveld kunnen doen. Met die vraag zijn we in een werkgroep aan de slag gegaan en al snel sloot de GGD aan en die adviseerde om de academische werkplaats in te schakelen. En die academische werkplaats hebben wij toen gevraagd om een onderzoek te starten met focusgroepen en daaruit de vraag naar voren te halen meer de antwoorden, wat kunnen we doen om dat maatschappelijk middenveld te betrekken. En dat hebben zij voor ons opgepakt. In die focusgroepen werden maatschappelijk middenveld en professionals eerst apart uitgenodigd om... ja, eigenlijk het issue te bespreken en of ze het herkenden, dat was eigenlijk vraag 1. En in die avonden zijn we wat verder doorgegaan op de problemen die er leven en hoe we dat eventueel op zouden kunnen pakken. Een van de interessantste voorbeelden vond ik, en eigenlijk ook een belangrijkste conclusie getrokken was, was dat wij als zorgaanbieders weinig vindbaar zijn. Terwijl wij denken met heel onze catalogus aan folders en materiaal wat we hebben online, dat we heel goed... duidelijk maken wat we doen, maar we blijken helemaal niet de goede taal te spreken. En waar we bijvoorbeeld achter kwamen was dat een voetbaltrainer niet belt naar een juf als er problemen zijn, want hij weet haar niet te vinden. En dat was wel een van de opvallende uitkomsten, dat als we die slag weten te maken, dat je daar al heel veel winst mee haalt. Dus weten waar je mensen kan vinden en welke mensen je moet vinden. Nou, met de uitkomsten en conclusies van het onderzoek zijn we aan de slag gegaan en zijn we als eerste ingestoken bij de professionals op het realiseren van een betere vindbaarheid. Dus de professionals zijn gaan kijken, wat hebben we nu aan materiaal en hoe kunnen we dat beter presenteren of duidelijker maken waar wij te vinden zijn en waarvoor. Ja, wat de grote meerwaarde is dat je een nieuwe blik krijgt. Dus je hebt de academische werkplaats nodig om even boven de materie te zweven en ook jouw blinde vlekken te zien en te benoemen.